doorgeknipt slot. De buitenboordmotor, de accu en de benzinetank is verdwenen. Afgelopen dinsdag ontdekte Roderick dat zijn geliefde bootje Madelief gestolen was vanaf de Egelantiersgracht. Een grote speurtocht volgde en ook sociale media werden ingeschakeld. Een oplettende Facebooker, die er vanavond helaas niet bij kon zijn, zag Madelief liggen aan de Rijpgracht in Bos en Loemer. Ik ben natuurlijk hartstikke blij mee. Van harte bedankt, Loes, als je dit ziet. En ja, natuurlijk een beetje nog kriebels in mijn buik van het gemis van de motor. En ik moet nu nog een probleempje uitzoeken hoe ik hem weer terug thuis krijg. Want van hier naar de Egelantiersgracht is toch een eindje peddelen. Van binnen heeft de boot geen enkele schade, maar de motor is wel gestolen. Meer dan €900 was dat. En net anderhalve week geleden gekocht. Dus dat voelt echt net alsof ik €900 rechtstreeks de gracht in heb gegooid. Alsof ze het roken? Ja, hij zit er dan natuurlijk weer vers op. Het was een hele oude motor, bewust gekocht bij een oude boot. De politie kwam ook nog ter plaatse om te controleren of het bootje wel echt van Roderick was. Dat bleek zo te zijn. En dus kan hij binnenkort zijn 7-jarig zoontje extra blij maken. Van, heb je hem gevonden? Ja, en was hij echt ongerust? Nou, zijn luchtbed lag, zijn opblaasbedje lag erin. En dat vond ik nog het meest belangrijke, die we net op vakantie hadden gekocht. Dus die zal wel blij zijn dat dat weer terug is. En wij zijn blij dat de boot terug is.